Een hele goede morgen. Het is vrijdag. En ik open maar eens een vlog. Leuk als je over knopjes hebt daar. Je weet niet. Oh nee, het lijkt me niet licht. Je hoort stofzuiger op de achtergrond. Het is mijn husband. Zo! Dat stofzuiger is een vlek op mijn bek als je het beeld. We zijn even het huis aan het doen met z'n tweetjes. En dan we zijn maar zo. Laatste weekendje vakantie voor me. Je is een kutlicht zo. Dus even quality time. Mijn is aan het werk. Dus even, ik zo'n zootje op de achtergrond. Dat is niet echt vroegwaardig. Maar goed, ik ben aan het schoonmaken. Moet eerst een zootje worden dat netjes wordt. Zeg het goed? Dus. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik had jullie later wel bij. Even, deze doeken zijn super groot. Het is een soort zeem. Die gebruiken ze bij de car wash bij ons in Ypenburg. Daar werkt dan minder schoonzone. En die zijn gewoon fantastisch. Echt waar. Kost hem? Wat? Tientje? Zoiets? Echt. Als ik deze kwijt ben, dan is mijn dag gewoon vergald en wordt er ook niet meer schoongemaakt. Dus, car wash Ypenburg. Ga zijn doek halen. 7 trappen heb gelopen. Ja. Zeg me ook wel wat. Met deze meid. Hi. Het gaat regenen. Ik trek de mias uit. Nou, mensen. Even blokken en action, toch? Ja. Ja, op de slippers. Oh, ik besef nu pas dat ik nog steeds mijn slippers zijn. Ja, ik besef nu pas dat ik gewoon zwaar van wil lopen ermee, maar goed. Boeiend. Gezellig, ja, boeiend inderdaad. Oké, okay, we gaan even winkelen. Wat vlog. Ja. Ik ben opstap, maar dan met een ander kind. Zelfde plek alleen, zinloos. Maar goed. Action. Thema, wat was dan weer? Ethos. Ja? Ondertussen is het zaterdagavond, middag, 4:50. Gedoucht, aangekleed, voor wat? Voor niks. Nee, ik ga even mijn nageltjes doen, het ziet er niet uit. Gisteren nog heel iets weg geweest met de meiden, maar verder niet veel gevlogd. Geen zin, ik lag vroeg op bed. Ja, het verhaal lekker kort. Dus dat. Mijn gezicht begint te dik te worden. Ik zie wat meer in beeld, zeg maar. Dus ja, ik ga het aankomende week even bloed prikken. Ik moest vorige week al doen, maar geen zin. Ja, dat is voor je eigen best wel eens. Ja, weet ik. Maar gewoon even uit mijn ritme. Laat het daar maar ophouden. Mijn routine. Dat geldt voor vloggen. Dat geldt voor bloggen. Dingen in huis. Ik denk van fuck. Maar komt ook misschien omdat iedereen vakantie heeft. En alles is thuis. En als alles thuis is. Het is hartstikke leuk en gezellig. Een warme groep. Met jullie. Maar we blijven opgerold zijn. Nu komt er allemaal een vent naar boven. Monument. Zo. Ondertussen zijn we een uur verder. Mijn man kwam binnen. Werd gebeld. Bla bla bla. Shit. Dus we gaan hier de zaterdagavonden. Goed. Nagellakken. Ik denk dat het echt super kort heb geknipt. Want het splijt. Het breekt. En ene keer zijn ze zo mega hard. En de andere keer is het gewoon echt niet om aan te gluren. Gewoon. Goed, life is a bitch. Oké, twee kleuren is blauw, paars. Wacht, blauw, paars. Essie, ik kan je niet goed zien. Nee. Deze een beetje paarsig. Salt water. We proberen het wel gewoon. Smeren het erop, haal het eraf. En uiteindelijk heb ik nog niks. Maar goed. Afgelopen week, nou ja, wat ik zei, van ik loop met alles een beetje achter. Nergens zin in. Alles vakantie, alles thuis. Dan ben ik gewoon helemaal uit mijn ritme. Ja, mijn huis is één grote tyfusbende. Want hun zijn niet zo perfectionistisch als ik natuurlijk. En dat hoeft ook niet. Mag geleefd worden, maar iemand met HSP moet janken. Echt. Maar goed. Nog 2 dagen. Dan pleurt alles op en dan kan ik vakantie houden. Lekker man. Dat zal het eerst ook doen na de vakantie. Iedereen de deur uit 's morgens. Ga ik op de bank zitten met mijn poot op tafel en ga ik omheen zitten kijken de eerste uur.
Lek vakantie weer. Oké, welke wordt het? Ik weet het niet. Ik kan niet goed zien. Nee, kut man. Wacht, die kutlamp is uitzet. Zo, ja, de ene is lichtblauw en de andere is een beetje paars. Ik ga voor die paarse. Oké, lekker vrouw. Gaat lekker, heet. Zie je, goud zie ik op. Dan draai ik het film, dan kan ik bewijzen dat ik niet helemaal lekker ben. Nee, geen. Maar goed, verder wat op de planning? Nee, ik wil nog even een wandelingetje maken, maar natuurlijk al 3 dagen en ook als het buiten staat gaat regenen. Fantastisch. Maar goed, ik ga het vanavond weer een poging doen. Spring nou weer de verkeerde nog op? Nee. Het is helemaal een scheidkleur, man. Welkom in mijn hoofd. Ik wil een stort ervan. Echt. Goh, zielen was chaotisch. Of ben je überhaupt van jezelf chaotisch? Of... Het is wel echt niet de enige wezen. Ik vind het helemaal kut. Wordt geen blauw. Ben je chaotisch? Van jezelf of met periodes, met buien? Let me know. Voel ik me niet alleen. Voel ik me toch ook niet, want ik weet heus wel dat er meer mensen psychisch problemen hebben. Dus, nou, hij zit er om te lachen, maar het is helemaal niet leuk. Het is gewoon vermoeiend en zo. En als je dan en het ene probleem hebt en lichamelijke problemen. En als je alles bij elkaar optelt. Oh jee, ik ga lopen nu. Een grote container met allemaal teringzooi erin. Zo noem ik het maar. Ik ga er niet meer een bloedneus krijgen. Ik kreeg nog vragen over hoe mijn bloedneus was. Nou, same shit, different day. Zoals nu? Nee. Nee. Ik moet heel veel vaseline iets meer van de kamerarts, omdat één droge bende is. Sorry hoor. Lekker charmant. Lekker boeiend. That's my life. Maar ja, op een gegeven moment gaan er gewoon half pot vaseline doorheen. Omdat het droog is. Maar ja, goed. Ik zeg maar, het wordt bij het ouder worden en ik laat de rest van de shit die ik heb op medisch en lichamelijk gebied maar achterwege. Is ook niet goed, want dan stop je alles in een hoekje. Maar soms doe ik dat wel. Dat mag jullie best weten. Ik ben heel open en eerlijk over alles, maar soms heb ik echt zoiets van, hoe gaat het? Ja, hartstikke goed joh. Alles gaat top. Dan wil ik bijna zeggen, leuk maar. Maar het is wel zo. Dus, maar goed. Uiteindelijk nog mijn avond niet gelakt. 4 minuten 11 kost, toen hebben we bullshit. Even lekker als je mijn neus ophalen en neus afvegen. Zo. Hoe is het met jullie? Was het trouwens nieuw werk? Nou ja, nieuw werk. Die is weer terug bij de oude werkgever. Dat miste ze zo onwijs. En ze werkte bij het kruidvat. En is ooit begonnen met stage lopen. Dat vond ze zo leuk. En ze hebben het ook echt naar de zin. Maar ze miste gewoon het oude werk. Dus ze zegt, ik ga gewoon solliciteren. Kijken wat het doet. Maar er moet dus een half jaar tussen zitten. En ze zat gewoon echt de dagen af te tellen. Nu mag ik solliciteren. Nou, natuurlijk is ze aangenomen. En maandag begint ze al. Leuk man. Zo leuk als je kinderen nog helemaal gelukkig zijn. Niootje heeft ook superleuk werk. Je hebt ook naar de zin, dus. Toch wel goed gedaan, moeders. Oh, ik ben trots op ze. Dus dat. Maar goed. Ik ga stoppen met lullen. Ik krijg benauwd. Dit gaat lopen. En ik lullen en mijn nagels lakken. Nou dan. Ik film het wel.
maandag. En ik ga de vlog afsluiten. Want ik heb niks meer te vloggen. Nee. Dus het was weer kort maar krachtig. Slap gauw hoer. Zoals gewoonlijk. Dus, ja. Het is maandag. Alles is van het werk. Vakantie is over hier. Dus, nu begint mijn vakantie. En dan heb ik wat meer tijd om eigen dingen te doen. Waaronder vloggen. Dus ik hoop dat ik volgende week gewoon weer lekker, ja, een zinvolle vlog heb. Met wat meer inhoud. En ja, alles heb een beetje op een laag pitje gestaan. Dus omdat we vakantie hadden. Maar goed, nogmaals. Ik ga mijn best weer doen. Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Bye bye.